kleurrijk en zonnig en heel aangenaam, gelukkig. Het gaat, ik heb goed en uitdagend werk. En er gebeuren hele mooie dingen in onze omgeving, ook hier in Almelo zie ik. En als we verder kijken naar de wereld, ja, dan maak ik me wel wat zorgen over de politieke ontwikkelingen die steeds een tikje meer naar rechts verschuift en steeds meer gefocust is op wijzelf, ikzelf. Dat wel. Ik vind het vreselijk wat op de wereld gebeurt. Heel kort en krachtig gezegd. En ik hoop dat het beter wordt. En dat de mensen normaal en geduldig met elkaar omgaan en met respect. Want dat mist in heel veel situaties zelfs. Maar ook hier in Duitsland en overal. Ja, ik zie op zich de toekomst wel redelijk positief in. Dat, tenminste, dat probeer ik wel te doen. Twee kinderen, dus dan... Als je dan heel erg negatief gaat denken, dan word je niet zo blij van. Precies. Nou, de toekomst van Almelo, ik denk dat... dat het best lastig is om alles in de winkel te kopen. Dat het internet wel een belangrijke plaats inneemt. Maar ik denk ook dat wat we nu aan winkels hebben, dat we dat ook wel ongeveer gaan houden. En dat vind ik wel belangrijk, want dan blijft het centrum levendig bij. En datzelfde geldt voor de horeca. Ja. Dat veel meer mensen zich inzetten voor de klimaatproblemen. Ik zie dat heel veel positieve initiatieven zijn in het algemeen. Dus er zijn nog steeds veel mensen die zich inzetten voor de zwakkeren in de maatschappij, voor de mensen die bijvoorbeeld gehandicapt zijn, voor de mensen die het moeilijker hebben. Dus ik zie ook nog wel echt wel het goede in de wereld. Ik denk hier op deze wereld denk ik niet zo heel hoopvol, als ik eerlijk moet zijn. Maar goed, als je toch geloven mag dat er na dit leven nog een leven is, dan heb ik een zeer hoopvolle toekomst. Dat is uw troost? Dat is mijn troost. Voor mij is het een beetje van... Ik zie wel wat er gebeurt. Mij maakt het niet heel veel uit zolang de wereld maar niet maar ten onder gaat. Dus ik denk de vraag hoe zien we de toekomst? Het is een mooie vraag, maar probeer gewoon vooral over positieve dingen na te denken. Dus we weten niet hoe het gaat lopen, maar laten we hopen dat het positief blijft. Zouden mensen vriendelijker en socialer met elkaar omgaan? Want? Het is tegenwoordig iedereen voor zich. Kijk niet naar de buren om, kijk niet naar de mensen om me heen. Alleen als ik het maar heb. En dat hoort niet. Nou, ik denk dat de politiek ook anders moet gaan doen. En ook voor de burgers zelf in het land iets moeten doen. En niet alleen voor de landen eromheen. Want we betalen allemaal, zowel in Nederland als in Duitsland, heel veel belasting. En als je ziet hoe dat verder voor de burgers zelf, de straten, de scholen enzovoort enzovoort, het eruit ziet, denk ik, ga eens wat voor je eigen burgers doen. Natuurlijk moet je ook anderen helpen, maar dat heeft grenzen. Ja, dat vind ik altijd heel moeilijk. Ik heb heel erg te doen met de mensen in Oekraïne, in de Gaza-strook en Soedan. En maar tegelijkertijd, als ik me daar te veel door laat beïnvloeden, dan word ik te verdrietig. Dus ik neem daar kennis van en denk, ja, we moeten doen wat we kunnen. En dan houdt het op een gegeven moment ook op en moet je verder gaan met je eigen leven. En hoe kunnen we dan de balans vinden tussen de dingen die we wel en niet kunnen veranderen? Dat is een hele ingewikkelde vraag. Daar waar je invloed kunt uitoefenen, doe je dat? Ik doe dat bijvoorbeeld door en altijd mijn stemrecht te gebruiken. Maar ik werk ook voor de overheid. Ik probeer op die manier om iets van invloed uit te oefenen. Om het zo positief als mogelijk te gaan krijgen voor niet alleen mezelf, maar ook mensen om me heen. En heel af en toe is het zaak om te leren accepteren. En dat is ongeveer mijn grootste uitdaging in het leven, want daar ben ik niet zo goed in. En dat is niet alleen voor u een uitdaging, maar ook voor mezelf en de meeste andere mensen. Ik hoop dat ik de kracht mag hebben om datgene wat ik niet kan veranderen, om daarmee om te leren gaan. Want ik kan niet alles veranderen, ik kan de wereld niet veranderen. Begin bij kleine dingen, begin bij jezelf. Hoe zouden andere mensen dat dan doen? Hoe doen andere mensen dat? Ik denk dat iedereen op zijn eigen manier probeert om er wat van te maken. Ja. Kijk, we proberen goed te zijn voor de mensen om ons heen. En we proberen een beetje netjes om te gaan met de wereld waarop we leven. En ja, dat... Nou, dat is al nogal wat tegenwoordig. Ja, dat is nogal heel wat. Ja. In ieder geval niet al te druk maken over het huidige nieuws.
en met je leven doorgaan. Je kunt aan een hele hoop dingen toch niet iets veranderen. Dus dan kun je het best ook niet al te druk erover maken. Want daar wordt morgen de vis mee ingepakt? Nou, niet altijd. Maar kijk, als je iets niet kan veranderen, is het goed om te weten dat er iets aan de hand is en daar rekening mee te houden. Maar als je het niet kan veranderen, kan je er zorgen over maken en je heel erg druk maken, maar dan verandert het alsnog niet. Ja, ik denk wel dat het verstandig is om je vooral bezig te houden in zoverre met de dingen waar je in je leven wel invloed op hebt. Omdat je gewoonweg niet in staat bent om daar iets aan te doen. En ik snap ook bijvoorbeeld mensen die zeggen van, ik kijk helemaal niet meer naar het nieuws. Dat snap ik eigenlijk wel. Omdat het alleen maar een frustratie oplevert waar je helemaal niks of weinig aan kunt veranderen. Ja. Optimistisch blijven. Ja, want dat houdt ons wel op de been, toch? Ja, zo is dat. Ja, ja, ja. Optimisme. Ja, zeker. Ja, want anders, als hij bij de pakken gaat neerzitten, daar heeft niemand wat aan. Ook al in de kleine kring niet, je kinderen niet, je kleinkinderen niet. Optimistisch blijven en open en eerlijk en praten. Blijven praten. De toekomst gewoon altijd bekijken hoe jij wil dat de toekomst loopt. Dus als jij jezelf over een paar jaar ziet in een prachtige mooie Lamborghini, dan moet je dat denken. En dan moet je daarvoor leven. En dan moet je daarvoor strijden om dat doel te behalen in het leven. En als je zo wil leven, ook al is de kans klein dat het ooit gaat gebeuren, probeer gewoon je best te doen om dat doel te behalen. Ja, mijn advies is gewoon, geef gewoon een glimlach aan iemand. Ook al ken je iemand niet. Gewoon een lach. Gewoon een lach. Het werkt meteen, dat ziet u er nu. Ja, gewoon een lach. Hartstikke bedankt en een fijne dag. Voor jullie ook een fijne dag.